Daan, 1-3 overwinningen in Deventer. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, wel heel lekker. Ik weet dat je hier nog wel eens moeilijk kan gaan krijgen. Zoals mensen of de tegenstanders niet graag bij ons komen, heb je dat ook hier een beetje bij je Goat Eagles. Dus het is extra lekker dat je hier met 1-3 wint. Fijn is dan zo'n start dat je in de eerste minuut al gelijk de eerste erin hebt liggen? Ja, dat is niet normaal lekker. Want dan begin je gewoon heel scherp aan de wedstrijd en dan krijg je het stadion een beetje stil. Dan begint die wedstrijd ook veel lekker en dan kan je gewoon veel beter gaan voetballen samen. Dus dat is wel heel erg lekker. Dan heb je ook redelijk de controle in de eerste helft. Toch wordt in de tweede helft nogal weer spannend. Ja, het is altijd het stadion dat erachter gaat staan een beetje hetzelfde als bij Heracles. En alleen tegen Heracles gaven we iets meer weg, denk ik, in de tweede helft. En hier vond ik alsnog dat we niet heel veel weggaven. Alleen we moeten dan beter in balbezit zijn en beter nog steeds die vrije man blijven zoeken. En dan weet ik zeker dat zij helemaal niet zoveel kansen gaan creëren. Alleen dan komt een beetje zo'n geluksgoal van hun, vond ik. Weet je, zo'n droge schuiver die nog half aangeraakt werd. Ja, en dan krijg je het weer onnodig wat moeilijker dan hoe de wedstrijd eigenlijk in elkaar steekt. Het lijkt alsof zij heel veel creëerden, maar dat kwam meer door het publiek. Dus dan krijg je het onnodig moeilijk. Voelt als zo'n 1-3 wel bevrijdend? Ja, heel lekker. Dan waren zij aan het drukken en zij dachten van we gaan hier nog een punt pakken of meer eventueel. En dan pak ik lekker met Younes zo'n heerlijke counter en dan maak je die 1-3, die is wel lekker. Ja, je zegt het zelf al, jij gaf de assist bij de laatste. 2 voorassisten bij de eerste 2 goals. Is dat fijn? Ja, dat voelt wel heel lekker, ja. Dat is wel, de laatste weken waren we wat moeilijker. Zat er iets minder goed in dan aan het begin van het seizoen. Dus dan komt zo'n wedstrijd wel heel gelegen, zeker. En nu doortrekken? Nu zeker doortrekken naar Excelsior.